komt weer een Comic-Con naar Nederland. De Dutch Comic-Con Xmas Edition. In eerste instantie dacht ik van, dit is een grap op Facebook, een hoax, een nepberichtje. Maar nee, het is echt waar. De Dutch Comic-Con komt met een kersteditie. En ik had zoiets van, oké, ik snapte de connectie niet echt, maar ze hebben wel wat leuke items. Er is nog niet zo heel erg veel bekend, maar ik wil dit toch even onder de aandacht brengen van mijn abonnees. Want tot en met 15 oktober kun je early bird stickers krijgen. Met andere woorden, goedkopere kaartjes, kun je iets goedkoper naar binnen en daar houden we wel van. Daarnaast zijn er nog wat evenementen bekend, niet zo heel veel, maar wel twee dingetjes. Ten eerste is er een ugly Xmas sweater wedstrijd. Ja, je kunt dit zo zien als hoe cosplay met dan met lelijke kersttruien. Moet je van houden. En misschien is het wat voor jou, dus wel leuk gevonden. En daarnaast is er een, ik kan bijna niet een bek krijgen, maar een speed dating evenement. Want niemand wil alleen zijn met kerst. Misschien komt onze Robert ook nog wel even langs, dat hij dit onderdeel voor zijn rekening neemt. Maar het is in elk geval iets anders, laat ik het daarbij houden. Dus dan zijn jullie in elk geval even op de hoogte van deze beurs. En misschien is het ook nog wel interessant om eens even in de strijd tussen de Comic-Cons te duiken. In 2015 vond voor het eerst in Nederland een grote Comic-Con plaats. Het evenement beleefde deze zomer zijn tweede editie met de Dutch Comic-Con 2016. Maar nu zijn er met de Amsterdam en Rotterdam Comic-Con twee concurrenten opgestaan. Is hiermee een Comic-Con oorlog uitgebroken in Nederland? En is deze Xmas-editie van de Dutch Comic-Con niets meer dan een poging om de Dutch Comic-Con merknaam te versterken? Ik kom erop terug als ik alle beurzen heb bezocht. Tot die tijd ben ik benieuwd naar jullie mening in de comments.